Vrienden, daar zijn we weer met de nieuwe wachter. En deze keer is het thema geen uitstel meer. En uh, ik heb daar ook een tekst uh, over gevonden. Maar uh, uh, zwart op wit ook staat dat er geen uitstel meer zal zijn. En die lezen we in Openbaring hoofdstuk 10, vers 5 tot 7. En daar staat dit. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde... heeft zijn rechterhand op naar de hemel. En zoer bij hem die leeft tot in alle eeuwigheid. En moet je voorstellen wat hij straks gaat zeggen... daarbij zweert hij, zoals dat in een rechtszaak met de hand op de Bijbel... zegt deze engel, die zweert dan... Uh, bij hem die leeft tot in alle eeuwigheid... Die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is. En de aarde, en hetgeen daarop is. En de zee, en hetgeen daarin is. Er zal geen uitstel meer zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimnis van God, gelijk hij zijn knechten. De profeten heeft verkondigd. Uh, u kent allemaal die teksten wel. Waar blijft een belofte van zijn komst? Het duurt nu al duizenden jaren en er komt er ooit nog wel wat van terecht. Uh, God is dood, hij is weg, hij laat niks van zich horen. Uh, het is allemaal valse hoop. Maar lieve mensen, Gods woord is betrouwbaar. Er zal geen uitstel meer zijn. Er komt een moment dat alles wat God voorzegd heeft in vervulling zal gaan, zoals ook zijn knechten de profeten hebben verkondigd. Daar kunnen we op rekenen, daar kunnen we op vertrouwen, want God is een waarwaker van zijn woord. Hij zegt, aarde en hemel zal eerder vergaan dan mijn woord het gras, verdort de bloem valt af, maar het woord de zere blijft tot in eeuwigheid. Zomeren en winters zullen niet voorbij gaan, voordat ik alles gedaan heb wat ik beloofd heb. En wij leven in die tijd dat we zien dat God uh, begonnen is om zijn plannen te voltooien, wat in zijn eeuwige verraadsbesluit al eeuwen her uh, was opgetekend. Uh, ik heb tien punten die ik uh, onder uw aandacht wil brengen, die ons doen beseffen hoe dicht we bij het moment zijn dat uh, de vervulling van alles wat God beloofd heeft ja, als het ware uh, voor onze ogen in vervulling gaat. Uh, de Bijbel zegt het in Zacharias 12, vers 2 en 3. Uh, dit is dus een profetie van, nou pak weg, uh, nou ja, wat zal het zijn? Uh, nou zeker 2 tot 2.500 jaar oud. Zie in hoofdstuk 12, vers 2 en 3, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond... en bijzonder ook de omringende volken. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te tien dagen zal ik Jeruzalem maken... God doet dat, hè? Hij zegt het. Ik maak haar tot een steen die alle naties moeten heffen... en alle die hem heffen... Zullen zich terecht verwonden en alle volken der aarde zullen zich daarin verzamelen. Nou hebben we nog niet de fysieke verzameling, maar we zien nu al hoe de wereldopinie zich verzamelt tegen Israël. Als we denken aan 7 oktober 2023, die vreselijke, bloedige, onacceptabele aanval van Hamas. Waarbij zo'n 1200 mensen op de meest gruwelijke wijze zijn vermoord, verkracht. Uh, kinderen in uh, machtendron verstopt. Uh, en vrouwen door hun, uh, door hun lichaam geschoten, verkracht, onthoofd. Het is te gruwelijk vermoorden. De nazi's zijn er niks bij. En deze mensen hadden daar ook nog plezier in. En je zou toch denken dat de wereld in schok is en zich massaal keert. Tegen Hamas dat gebeurde misschien enkele dagen in ja, de eerste shock, maar wat zien we eigenlijk gebeuren na die tijd en sindsdien als een pandemie over de wereld gaan een antisemitisme, als een nooit tevoren kiezen voor Hamas scanderen van allerlei zaken die tegen God zijn uh, en we zien nu hè, een half jaar verder zo'n beetje hoe de VS eh, wapens achterhoudt, het internationale, internationale strafhof in Den Haag, eh, een aanklacht tegen Benjamin Netanyahu laat uitvaren om hem te arresteren. Om, omdat hij zijn land verdedigt tegen de grootste schoften die er zijn, die gewoon alleen maar slachten stelen en verdelgen. En zeggen we zouden het morgen weer doen, Israël moet weggevaagd worden, de Europese Unie. De Verenigde Naties, het World Economic Forum, de World Health Organization, het internationale gerecht op, ze hebben zich allemaal gekeerd tegen Israël. Omdat zij uh, maar één ding willen en dat is die gruwelijke misdadigers uitroeien die van geen ja, uh, wapenstilstand willen weten en die zich niet willen bekeren. Israël staat er nu geïsoleerd voor. En zij is de belastende steen des aanstoots. De steen die alle natie moeten heffen. Wie had ooit kunnen denken dat wij in de tijd zouden leven dat we dat voor onze ogen in vervulling zien gaan? Yeah. En hoeveel zijn er niet bang en heulen met de vijand en durven niet meer op te staan? Ik weet nog goed: tijdens de coronacrisis zijn onschuldige burgers die protesteren. Op de meest gruwelijk geweldwijze uh, ook uh, geslagen, geschopt met gummiknuppels en beschuldigd van ik weet niet wat voor misdaden. Uh, terwijl zij alleen maar vredevol protesteren. En sloeg de politie erop. De beelden staan mij nog helder voor de geest. Maar nu als Hamas-mensen gaan protesteren, zeggen ze. Ja, we kunnen hier niets tegen doen. Dezelfde politie, wat een hypocriete bende. We zien dat de wereld als het ware kiest voor de duisternis en de leugen. Een tweede punt wat ik wil benadrukken is dat ik zie in al deze ontwikkelingen dat de geest van de antichrist is losgelaten op de aarde. De Bijbel noemt het het mysterie der goddeloosheid dat reeds lang in werking is. Als nooit tevoren zien we de beslissingen van nationale en internationale regerings. Uh, ...groepen zich tegen de heren keren en tegen zij gezalfden. En we zien hoe er op Amerikaanse, uh, maar ook op Europese universiteiten... ...protesten worden gehouden waar van allerlei kwaad wordt gescandeerd... ...en de keuze wordt gemaakt voor die gruwelijke oorlogsmisdadigers tegen Israël. En er wordt druk op regeringen uitgeoefend... Om de steun aan Israël stop te zetten. Dit is de wereld waarin we leven. We zien in Amerika hoe een voormalig president, hè, Trump, hè, onder druk wordt gezet om als een misdadiger vast te zetten. Omdat men niet wil dat hij opnieuw uh, ja, uh, president zou worden. En uh, luister, ik zeg het niet omdat mijn hoop op de president is. Maar het laat wel zien hoe ver. Ook de westerse landen zijn afgedwaald van een ware democratie. Ook in ons eigen land is het evident dat het volk heeft gesproken en een keuze heeft gemaakt voor de PVV en Geert Wilders. Maar door de druk van de andere politici kan hij zelf geen premier worden. En wat ik eigenlijk nog veel erger vind, ze spreken nog steeds over hem en de PVV als het gevaar voor de democratie. Maar democratie is de stem van het volk. En als ik dan beluister dat volgens nieuwe verkiezingen Geert zelfs 50 zetels zou krijgen, waar wordt dan de democratie gerespecteerd? Het zijn vieze, hypocrite huigelaars die de schuld geven aan Geert Wilders dat hij niet democratisch een gevaar voor de democratie is, terwijl ze dat zelf zijn. Door als het ware de democratische keuze van het volk gewoon te negeren. en hem maar gewoon te vremen in de media. Dit is de wereld waarin we leven. En dat gebeurt wereldwijd, lieve mensen. Iemand die staat voor de waarheid. wordt gevreemd als een vijand van het volk. Niks nieuws onder de zon. En uh, een derde punt wat ik onder uw aandacht wil brengen. Uh, er is een nieuw niveau waarop het kwade goed en het goede kwaad wordt genoemd. We zien die tekst um, in, um, wat was het? Oh, ik heb hem vergeten hier op te schrijven, maar Jesse uh, uh, dat daar staat, wij hen die uh, kwaad goed noemen en goed. ...kwaad noemen in die volgorde. We hen, die kwaad goed noemen... ...als je nu ziet dat ze Hamas willen steunen en goed noemen... ...en christenen kwaad noemen en Israël kwaad noemen... ...het is Wehen, hun wacht een oordeel. Zij houden de waarheid in ongerechtigheid ten onder... ...en daarmee brengen ze een oordeel over zichzelf. En wat zien dat gebeuren, met name um, in... Uh, de universiteitscampussen, waar ook moslim ja, uh, jongeren de boel ophitsen. en uh, westerse jongeren worden geïntimideerd met leugens en bedrog. in de sociale media, in de nieuwsgaring, op het verkeerde been worden gezet. Als iemand protesteert tegen abortus, loopt hij het risico dat hij gevangen wordt gezet. En dan. Op 19 mei uh, was daar een rouwdienst om uh, de slager van Teheran, Raiza, de president van Iran, die omgekomen is in een helikopterongeluk. Deze man heeft de dood van ik weet niet hoeveel honderdduizenden mensen op zijn geweten. En dan wordt er daar een heel emotioneel praatje dat het zo'n goede man was gesteund, lieve vrienden. Het was een oorlogsmisdadiger, een vijand van zijn eigen volk. De bevolking van Iran is dankbaar dat die beul aan zijn einde is gekomen. Die beul die op 14 april, 13, 14 april, eh, ja, officieel 300, maar onofficieel bijna 400 drones en raketten op Israël heeft afgevuurd. Dat is een openlijke oorverklaring met het doel om Israël van de kaart te vegen. En als je nog niet ziet dat God is opgestaan in deze aanval, want 99% van al die drones en raketten zijn uit de lucht geschoten, niet afgegaan, in de woestijn gevallen of bij de lancering ontploft. En uiteindelijk is er niet één Israëlier ongekomen door die bijna 400 onofficieel drones en raketten. De hand van God is in dit verhaal lieve mensen. Je moet blind zijn om het niet te zien. Er is geen uitstel meer. God gaat strijden voor zijn eigen volk. Halleluja. En wat zegt dan Amerika? Je moet niet reageren, Israël. Hè? Laat het maar even zo. Er is geen één land die zijn verstand heeft die zo'n Openlijke oorlogsverklaring met het doel: een totale genocide van Israël. Om daar niet terug te reageren en zich niet te verdedigen. Als Israël zich niet verdedigt, is er morgen geen Israël meer. Maar als de vijand vandaag de wapens neerlegt, is er morgen vrede. Israël is niet uit op genocide. Niet in Gaza, ook niet in Libanon. Ze zijn alleen maar bezig om zich te verdedigen. Alle oorlogen die ze hebben gevoerd, misschien behalve dan uh, de Suezoorlog, is niet door Israël begonnen, maar door de vijanden van Israël. En we zien vandaag de dag: de wereld heeft geen leider. Het lijkt net als ten tijde van vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Toen stond Hitler op en nu is er ook een roep in de wereld. voor nou ja, de man die alle problemen zal oplossen. De wereld wordt in deze benauwde tijden klaargemaakt. voor de komst van de Antichrist, als ik het zo mag zeggen: Mr. Fixit. En uh, die zal opstaan, die zal zeggen: Ik heb de antwoorden, de wereld zal achter hem aangaan. Want er is op dit moment niet één wereldleider die orde op zaken zou kunnen stellen. Die is het gewoon niet, iedereen doet gewoon lekker. Zijn eigen dingetje. Het is gewoon een chaos in de wereld. En dat is naar mijn idee ook gewoon toegelaten door God. Om als het ware een klimaat te creëren waarin de antichrist kan opstaan. Ja. Um, en dan zien we de WHO, de World Health Organization. Die begonnen is met die pandemie. Ja, ik zeg pandemie. Ik geloof er echt geen ene bast van. Het is één groot leugen en deze zal opnieuw worden ingezet. Ze plannen om 2025 te gebruiken om totale wereldcontrole. Ik ben voor gek verklaard omdat ik dat heb beweerd toen bij de eerste pandemie in 2020. Wist je dat al die dingen al klaar waren in de jaren daarvoor? Het is gewoon één groot leugentheater met één doel. Het is niet de World Health Organization. Het is eerder de World Hell Organization. Die uit is op te stelen, te slachten en te verdelgen. Het zijn de handlangers van Satan. En niet meer en, en niet minder. Ja, dat is de realiteit waarin we leven. En er is een plan. En er zijn al uitgelekte documenten. Om opnieuw in 2025 een nieuwe pandemie te lanceren met het doel, puur één doel, om de wereldbevolking te reduceren, te elimineren, te controleren, te domineren. Niks nieuws onder de zon, want dit is wat de duivel doet. Hij is de overste van deze wereld die is gekomen om te stelen en te slachten en te verdelgen. En hij gebruikt die, die wereldmachten om zijn plannen te verwezenlijken. Maar onze God heeft het laatste woord. Punt nummer zes. Uh, vijf, sorry. Er is een haast naar een mondiale regering. In de, dit vacuüm, machtsvacuüm, waarin er eigenlijk geen één echte wereldleider is. Want ja, Poetin gaat zijn gang, Amerika gaat zijn gang, het Midden-Oosten. En dan hebben we natuurlijk nog de idioot uit Noord-Korea, China, uh, iedereen West-Europa uh, die ook gewoon zijn eigen dingetjes doet. Uh, er is een schreeuw en uh, er is een druk om nu één wereldregering te vormen. Om uiteindelijk peace and security zoals de staat. Terwijl ze roepen vrede en veiligheid zal een plotseling verderven en overkomen. Die druk die wordt eigenlijk door de chaos en de, ja, de anarchie die er nu is alleen maar versterkt. Om één wereldregering te vormen. Met één wereldreligie, één wereldmunt, één wereldleger om uiteindelijk de oogsten van deze wereld op de troon te zetten, van het wereldtoneel. Wat gebruikt hij daarbij? We zijn natuurlijk in een paar jaar tijd ineens een enorme stap is er gemaakt naar AI, artificial intelligence. Ik noem het eigenlijk liever antichrist intelligentie, want het is puur duivels. Ze kunnen alles creëren, maar het is allemaal nep. Het is ook allemaal gestolen. De duivel is niet intelligent genoeg om zelf iets te bedenken. Wat hij eigenlijk doet is: hij tapt in de miljoenen websites om overal informatie te vergaren. om nieuwe dingen te creëren. Hij steelt het als het ware. Hij is dan ook niet de schepper, hij is de imitator. En. Uh, ik ben ervan overtuigd dat AI op een onvoorstelbare manier gebruikt wordt om de wereld te misleiden, te beheersen en te controleren. En dat is niet meer te stuiten. Je weet ook niet meer of je een mail krijgt of die wel van de goede mensen is. Want uh, het lijkt echt, het kan van je bank zijn, maar het kan ook gewoon van een crimineel zijn die jouw rekening wil plunderen. En hoeveel mensen zijn al niet slachtoffer geworden? Van al deze misleiding. Nummer 7. Het afwijkende wordt gevierd als normaal en zou de wereldstandaard moeten zijn. Weet je wat het normale is? Eén man en één vrouw, het huwelijk, het gezin, de hoeksteen van de samenleving. Maar al deze bijbelse normen en waarden worden met voeten getreden en met geweld opzij geschoven. De holo en de transbeweging wordt geprezen. En de bijbelse waarden en de normen, degenen die dat dan worden vervolgd als zij discrimineren omdat zij daar anders over denken. Het is uh, niet uh, alleen zo dat zij daar anders over denken, maar we leven nu in een tijd dat je er niet eens meer anders over mag denken, want dan ben je een volksvijand. De heiligheid van het leven wordt bespot. Als je abortus wil, doe je dat. Als je dan wil transformeren in een ander geslacht. Nou, dat word je natuurlijk nooit in werkelijkheid, maar dan uh, de mutilaties, de verminking van het natuurlijke lichaam. Er wordt gewoon, hè, je kiest maar wat je wil zijn. Het is te gek voor woorden. En degenen die protesteren zijn ouderwetse zakken uit een grijs verleden, die eigenlijk niet meer zouden moeten bestaan. Dit is de wereld waarin we leven: alles gaat om macht en geld en te doen. Waar je zelf zin in hebt. En er zijn ook heel veel kerken die helaas hierin meegaan. In de oude huwelijken, in de nou ja, mensen die dan leiding krijgen in de kerk. terwijl zij Gods geboden met voeten treden. En zonde wordt geen zonde meer genoemd. De eitijdpredikers worden als idioten bespot en gemarginaliseerd. Ik heb ook ontdekt, er zijn kerken die nodigen mij echt niet meer uit, omdat ik te confronterend en te direct de dingen bij de naam noemt. He, ze zijn helemaal woke, ze doen mee met de LHBTI, met de, de strijd voor de schepping, met de milieubeweging uh, enzovoorts. En vlees eten is ook een misdaad tegen de schepping. Niet tegen de schepper trouwens, die heeft gezegd dat er in de laatste dagen een tijd komt dat er zullen komen die zeggen het, 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 het huwelijk verbieden en het eten van vlees verbieden omdat zij. En, en we leven in die tijd, we zien dit gebeuren. Ja, en vandaag de dag is bijna alles ervaringsgericht, als het maar lekker voelt. Dit is hele grote invloed binnen de kerk ook. En daarnaast, nummer negen. Dat is de digitalisering, lieve vrienden. Eh, ik weet niet hoe het in jouw land is, maar in Nederland je kunt bijna geen bank meer binnenlopen. Er zijn steeds minder plekken waar je met contant geld kunt betalen. Nu willen ze de magneetstrip ook gaan stoppen, heb ik gelezen. Ik weet niet hoe snel dat dan zal gaan gebeuren, maar dan kun je alleen nog met je telefoon waarschijnlijk betalen. Of op een andere manier hoe dat precies in zijn werking gaat, weet ik nog niet. Maar het is een duidelijke trend dat we naar een cashloze samenleving gaan. En dat betekent gewoon dat ik iemand niet zomaar meer 100 euro zou kunnen geven. Of een tientje welk bedrag dan ook. Hè, dat ik niet meer met cashgeld kan betalen. En dat betekent dat elke uitgave, hoe groot en hoe klein ook. Totaal gecontroleerd wordt. Het is de gecontroleerde samenleving. En het is duidelijk dat de CBDC, eh, de uh, Central Bank of Digital Currency, eh, de push geeft aan de hele wereldeconomie. om het die kant uit te laten sturen. puur om het systeem van het beest, als het ware, te implementeren. de weg te banen naar de kerstloze society. Waar niemand meer kan kopen of verkopen zonder het teken van het beest. Dat is uiteindelijk wat zij voor ogen hebben. Het teken van het beest. Lieve mensen. En daarom die hele pandemie, hè, die hele prikken, dingen, is eigenlijk alleen maar bedoeld om dit in een stroomversnelling te brengen. Maar uiteindelijk gaat het om het teken op je voorhand of op je voorhoofd. Zoals in het Bijbelboek Openbaringen is beschreven. Ja, en dan nummer 10. Het geweld van de dagen van Noach staat voor de deur. Hoe veilig ben je nog in steden? Waarom willen mensen de steden uitvluchten? Ik heb hier statistieken gelezen dat in sommige gebieden het geweld en de vervolging zo explosief is toegenomen. Met 5000 procent. Steden worden geteisterd. In Amerika is het nog erger dan in Europa. Maar we zien ook in Europa dat het steeds meer deze kant uit gaat: dat ze geteisterd worden door misdaad. Hele steden sluiten zakenwijken af vanwege diefstal en wetteloosheid. De samenleving is in beweging, in verhuizing naar veilige steden. omdat mensen willen normaal een normaal leven leiden. Maar de wereld is abnormaal geworden. Het, is al, het lijkt wel het moderne Wilde Westen. En je zou zoveel dingen kunnen noemen. Ook steeds jongere criminelen van 12, 13 jaar. die een roofmoord plegen, die bejaarden beroven. Uh, het, is, uh, het is alleen maar beroerder aan het worden. Lieve mensen, ik ben geen domdenker. maar dit is de wereld waarin we leven. Mijn hoop en verwachting is dat ook niet van de nieuwe politiek en ook niet van, want sommigen zeggen als Trump terugkomt dan komt het goed. A, ik weet niet of Trump terugkomt. B, of het dan goed komt is ook nog maar zeer de vraag. Ik denk van niet. Ik weet alleen één nee, ding zeker: Jezus komt terug. Onze hoop en verwachting is in niemand anders, niet in Edelen, niet in de Trump, niet in welke andere politieke lijn, ook niet in Geert Wilders, met alle respect. Onze hoop en verwachting is van Jezus Christus die terug gaat komen. En we zien al die tekenen nu in een stroomversnelling komen. Ook het natuurgeweld, de enorme toename van allerlei natuurrampen. die misschien zelfs wel door menselijk toedoen worden gestimuleerd of worden in gang gezet. Maar dat kan ik niet keihard bewijzen. Maar er zijn. Mensen die hier heel diep onderzoek hebben gedaan, dat mensen daar invloed op hebben, is wel zo goed als zeker. En ik kan dit zeggen, ik heb hier tien zaken zo'n beetje benoemd. Dit zal alleen maar erger worden. Het gaat niet minder worden. Weeën nemen toe in frequentie en intensiteit. Maar dan is daar de geboorte. En dan zal de trompet klinken. En dan zal de kerk aan dit scenario. Ontsnappen, want dan zullen wij de Heer tegemoet gaan in de lucht. En dan maakt het niet uit of je links politiek georiënteerd bent of rechts politiek georiënteerd bent. Waar het om gaat is, ben jij het eigendom van Christus? Heb jij je leven aan de Heer gegeven? En als dat niet het geval is, wil ik je uitdagen. Ik wil je bemoedigen. Ik wil je stimuleren. Want er is geen uitstel meer. Het oordeel is aanstaande. De Bijbel spreekt er duidelijk over. De dag des oordeels staat voor de deur. Maar je kunt al snappen aan het oordeel van God, want Hij heeft zijn oordeel 2000 jaar geleden al uitgegoten op zijn Zoon Jezus Christus, die de straf voor onze zonde op zich genomen heeft. Hij heeft de prijs betaald voor onze zonde. Er is vergeving. Er is verlossing. En daarom laten we kiezen om te bidden voor de wil van God. En laten we ook bidden voor Israël. Want God heeft gezegd in Genesis 12, vers 3. Wie Israël zegent zal gezegend worden. Wie Israël vloekt zal vervloekt worden. Waarom bidden wij voor Israël? Heel simpel, lieve mensen. Daar gaat Jezus terugkomen: in Jeruzalem, op de olijfberg, om voor duizend jaar te regeren. Het beste komt nog. En wij zijn bestemd en bedoeld om daarin deel te nemen. Maar dat is alleen maar mogelijk als we nu een keuze maken. Voor de koning der koningen. Voor Jezus Christus. Onze knieën buigen. Hij die zijn leven gaf als een losprijs. Die zijn bloed liet vloeien. Er is geen verlossing door goede werken. Hoe goed dan ook. Niks mis met goede werken. Maar onze verlossing is niet gebaseerd op goede werken. Maar op het volbrachte werk van Jezus Christus, die stierf aan het kruis van Gogota. Ik wil je bemoedigen en uitdagen. Buig je knieën voor de koning der koningen. Kies voor Jezus Christus. Hij is de verlosser. Niemand anders kan jouw zonde wegwassen. Er is geen profeet. Er is geen psychiater. Er is, er is geen dokter. Er is met geldmiddelen, met drank, met drugs, met psychologie, met therapie. Er is geen enkele religie of methode. Die ons kan verlossen, behalve het bloed van Jezus. Dat gestort is 2000 jaar geleden. op het kruis van Golgotha. Lieve vrienden, buig je knieën voor de koning. En ik bid je, laat je met God verzoenen. door het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. En dan zal je eeuwig leven. Dat bid ik je toe, in Jezus' naam. Bedankt weer voor het kijken. Als we nog niet weg zijn. Zie ik je volgende week weer. God zeg. Ben. Mijn hart en mijn gedachten worden warm als ik. Ja, vrienden hier Jan Dilleman. Uh, zoals u weet hebben wij een stickje gemaakt. Een USB-stick met een C3-aansluiting ook. Uh, een survival stick, zou ik het bijna willen noemen. Want deze stick is bedoeld voor de achterblijvers na de opname. Hoe nu verder? Dat is uh, ja, de vraag uh, die pas echt gaat spelen, als het zover is. En omdat we geloven dat die opname elk moment kan gebeuren, willen wij heel graag uh, aan al onze geliefden en vrienden laten weten wat er staat te gebeuren, wat zegt de Bijbel daarover. En dat hebben we op een stick gezet met een Bijbel, met een paar studies van mij, met een uh, boodschap van Jack Hibbs, met een hele serie over boekopenbaring en nog wat meer. En er is nog ruimte op om eventueel... Zelf ook een boodschap erop te zetten om deze stik achter te laten. Er zijn nu heel veel mensen die denken: wij zijn knettergek. En wij geloven in de sprookjes. Maar lieve vrienden, op het moment dat de opname gebeurd is, zullen heel veel mensen aan onze woorden denken. en wellicht zich afvragen: ze hebben het toch gelijk gehad? En hoe nu verder? En hoe moeten we hiermee omgaan? wat heeft het te betekenen? Nou, dit alles, daar anticiperen wij op in die zin. Dat we geloven dat er nog heel veel mensen tot geloof zullen komen in die grote verdrukking, zoals de Bijbel zegt. En onze hoop is dat die stik daarbij zal helpen. Dat mensen hun weg zullen vinden naar de levende God. En verlossing en redding en genade en vergeving ontvangen in Christus Jezus. Dus kijk naar de gegevens die in beeld komen. Hoe je die stik kunt bestellen en eventueel ook kunt geven aan vrienden of achterlaten, hoe dan ook. Bedankt en God zegen.